Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 6 VWO, 5 VWO, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag kijken we terug naar hoofdstuk 6 uit boek 2. En dat gaat over differentiaalrekening. Het gaat over toepassingen van differentiëren, extreme waarden berekenen. Dan gaan ze machten van x differentiëren met een regeltje wat je in hoofdstuk 2 al hebt geleerd. Maar dan besteden ze een hele paragraaf aan, daar kunnen we kort over zijn. Dan gaan ze de kettingregel introduceren. Dat is een van de meest fundamentele differentiëerregels die er zijn. Daarmee is het fundamenteler dan bijvoorbeeld de productregel en de quotientregel. En dan hebben we natuurlijk ook nog wat leuke toepassingen. 4 toepassingen die je dan moet doen met differentiëren, anders dan alleen toppen berekenen. Dus laten we beginnen. Laten we eerst even ruimte maken op het bord. Zo. Oké, goed. Nou, voorkennis, even kijken hoor. Moeten we daar nog wat over zeggen? Nou, het is misschien wel aardig om er iets over te zeggen. Dus als je een grafiek hebt. Dus dit is een grafiek van een functie fx met de x-as en de y-as. Dit is de x-as, dit is de y-as. Je kan op elk punt van deze grafiek gaan kijken naar de helling van de raaklijn. Bijvoorbeeld hier is een raaklijn, zie je dat? En die raaklijn heeft een bepaalde helling. Laten we zeggen dat de helling 1 is. Dus in de hellinggrafiek... In de hellinggrafiek is bij deze waarde voor x de waarde 1, omdat de helling van de raaklijn 1 is. Nou, als je een schets wil maken van de hellinggrafiek, dan kijk je naar de punten waar de helling 0 is. Hier is de helling 0. Dus dat betekent dat hier zit je op 0 met je hellinggrafiek. En hier ook, hier zit je ook op 0 met je hellinggrafiek. Hiertussen daalt de grafiek, dus dat betekent dat de helling negatief is. Voor dit punt stijgt de grafiek, dat betekent dat de helling positief is. En na dit punt stijgt de grafiek ook. Dat betekent dat de helling positief is. Dus je zou de hellinggrafiek ongeveer zo kunnen tekenen. Ja, om door dit punt te gaan moet je een klein beetje zo. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. Differentiëren, mensen, dat is een algebraisch kunstje om de formule te vinden van de hellinggrafiek. Dus hier heb ik gewoon laten zien van hoe je de hellinggrafiek een beetje kan schetsen. Maar als je de formule hebt van de functie f, dan kan je met behulp van differentiëren de formule vinden van de hellinggrafiek. En dat is waar je mee bezig bent als je aan het differentiëren bent. En wat je tot nu toe weet over differentiëren is dit. Als je een functie hebt van de vorm getalletje keer x tot de macht n, dan is de afgeleide gewoon die a keer die n keer x tot de macht n min 1. En that's it, dat is het regeltje. En dat moet je dan toepassen bij de voorkennis. Dat kunnen jullie wel. Verder... die richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Dat is ook dus de verandersnelheid van deze functie. Dus als ik hier bijvoorbeeld een, uit de natuurkunde een ST-diagram heb. Goedemorgen, meneer Scheffer. Wie zoekt u? Maud, die is er niet. Dan moet je even contact nemen met de mentor. Oké. Even kijken... tijd en afgelegde weg. Ja. Goed. Dus als ik hier een ding heb. Zo. En je gaat hier differentiëren. Dan is die afgeleide niet alleen de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Maar ook de snelheid op dit tijdstip. Dus als dit bijvoorbeeld tijdstip 3 is. Is de afgeleide hier de snelheid op tijdstip 3. Als dit in seconden is. En dit in meter. De eenheden seconde en meter, dan is die snelheid automatisch in meter per seconde. Dus dit is wat je verwacht. Ja? De afgeleide van de plaats is echt de snelheid. En de afgeleide van de snelheid is de versnelling. En dat kan je nog een paar keer doen, maar daar zal ik jullie nu niet mee vervelen. Oké, nou, dat was de voorkennis. Wat heb je hier nou aan? Nou, we hadden gezien dat als je de hellinggrafiek ging schetsen, dat je moest kijken naar punten waar de helling 0 was en dan kon je de hellinggrafiek makkelijk tekenen, want dan weet je waar de helling 0 is. Dit kan je omdraaien. Je kan zeggen van, hey, als ik toppen zoek van een functie, dan kan ik ook gewoon kijken wanneer de helling 0 is. Want als ik weet wanneer de helling 0 is, dan is er misschien wel een top. Ik zeg misschien wel,
Want als je deze grafiek hebt, dit is de grafiek van fx is min x tot de derde. Die heeft hier een helling van 0. Ja, dat kan je laten zien, want je kan de afgeleide berekenen en zeggen de afgeleide is min 3x². Nou, bij x is 0 is dit gelijk aan 0. Hij heeft hier een helling van 0, maar hij heeft geen top. Zie je dat? Dus als de afgeleide 0 is, weet je niet zeker dat je een top hebt. Je moet eventjes in het plaatje kijken in de som of in je grafische rekenmachine. Maar in het algemeen is dat wel zo. Als je afgeleide 0 is, heb je vaak te maken met een top van je oorspronkelijke ding. Dus nu kun je de vraag dus omdraaien. Nu kun je zeggen van, ik heb een functie. Bijvoorbeeld deze. Ik jat er eentje uit het boek. Fx is 5x gedeeld door x kwadraat plus 4. Hallo. Even kijken. X kwadraat plus 4, ja. En dan ga je zeggen van, hey, waar zitten de toppen? En dat kun je natuurlijk gewoon doen door het in de rekenmachine in te voeren en calc minimum, calc maximum te doen. Maar dat mag hier natuurlijk niet. Hier moet je het doen met behulp van de afgeleide. En als je toppen wil van een functie, dan ga je gewoon kijken van, oké, wanneer is de afgeleide 0? Dus we gaan het differentiëren. Dit is een quotient. We kunnen meteen de quotientregel even herhalen. Wat was de quotientregel? Nat min tan, gedeeld door de noemer in het kwadraat. Dus even kijken. De teller is 5x. De afgeleide van de teller is 5. De noemer is x kwadraat plus 4. En de afgeleide van de noemer is 2x. Ja, dat is dat regeltje wat ik net heb besproken eigenlijk. En nu doen we dat min tan. Dus noemer keer de afgeleide van de teller is... dit is de afgeleide van de teller. Dus dat is 5 keer x kwadraat plus 4. Dat is afgeleide van de teller keer de noemer. Dat vind ik een mooie volgorde. Min tan min de teller keer de afgeleide van de noemer. Gedeeld door de noemer in het kwadraat. De noemer in het kwadraat, daar doe je niet zo vaak iets mee. Soms wel. Maar meestal laat je hem gewoon zo staan. De bovenkant werk je wel uit. Dus dit wordt 5x kwadraat. Dit is trouwens 10x kwadraat. Dus dan krijg je 5x kwadraat min 10x kwadraat is min 5x kwadraat. En dan heb je nog een 5 keer 4. Dat is een plus 20. Dus je afgeleide is min 5x kwadraat plus 20. Gedeeld door x kwadraat plus 4. En dat hele ding moet dan in het kwadraat. Nou, omdat ik toppen zoek, wil ik dat dit gelijk is aan 0. Dit is een breuk. Wanneer is een breuk 0? Als de teller 0 is en de noemer niet. Nou, deze noemer is nooit 0, want dat is een kwadraat plus een positief getal. En een kwadraat plus een positief getal is nooit 0. Dus we hoeven alleen maar te kijken naar de teller. Dus dan zeggen we, nou, los op. Min 5x kwadraat plus 20 is 0. Dan krijg je, dan doe je de 20 naar de andere kant, krijg je min 20, deel je door min 5, dan krijg je x kwadraat is 4. En dat geeft dan als oplossing x is plus of min 2. Dat was Teams, af en toe knalt hij er even uit. Dat is gebruikelijk hier. Goed, en nu weten we de x-coördinaten van de toppen. Tenminste, als het echt toppen zijn. Maar dat kun je verifiëren door het even in rekenmachine te knallen. Als je de y-coördinaten van de toppen wil weten, ga je dan de x invullen in de afgeleide, of ga je dan de x invullen in de functie zelf? In de functie zelf. Want wat gebeurt er als je ze gaat invullen in de afgeleide? Dan krijg je 0. Want we hadden net besloten, we willen dat er 0 uit de afgeleide komt. Dan gaan we zeggen, voor deze twee waarden, voor x komt er 0 uit de afgeleide. Dus inderdaad, als je deze gaat invullen in de afgeleide, dan komt er 0 uit. Want zo hebben we ze gemaakt. Ja? Oké, nou dit is een belangrijke toepassing van differentiëren. Je kunt ook extreme waarden aantonen. En aantonen betekent van, je differentieert, je laat zien dat er 0 uit de afgeleide komt. Je kijkt in het plaatje dat het echt een top is of een dal. En zeg je van, ik heb aangetoond dat er een top is of een dal. Eigenlijk gaat het nergens over. Ik geef één som erover op en dan denk ik van, waar gaat het over? En nou nog iets leuks. Weten jullie al toenemend stijgen, afnemend stijgen en dat soort dingen? Ja? Oké. Zullen we heel even kort herhalen. Dit is toenemend stijgend. Dit is afnemend dalend. Dit is toenemend dalend. En dit is afnemend stijgend. Dit heb ik van een leerling. Dit is een mooi plaatje. Stel je nou, dit heb ik uit een Duits wiskundeboek. Ik heb het nog nooit in een Nederlands wiskundeboek gezien, maar mijn schoonbroer,
die heeft een vriendin. En die vriendin is eindredacteur van een wiskundeboek in Duitsland. En dat boek dat kreeg ik onder ogen en er stond iets heel grappigs in. Kijk, stel je voor dat je, stel je voor dat dit een bovenaanzicht is, ja? En je zit hier op je fietsje. En je fietst deze kant op. Ga je dan naar links of naar rechts? Ja, dus deze is linksdraaiend. Toch? Oké, als je hier op je fietsje zit. Ga je dan naar links of naar rechts? Deze is rechtsdraaiend, toch? Oké. En deze? Deze is linksdraaiend, goed gezien. En deze? Rechtsdraaiend. Oké. Nou, stel je voor dat je een kromme hebt. Dus een kromme. Ja? Dus welke kant fiets, welke bocht heb je nu? Links of rechts? Links. Maar opeens heb je hier een bocht. Naar rechts, toch? Dus ergens hier tussen, wat is er, Marwa? Nee, niks. Oké, fijn. Er is een punt waar je opeens niet meer linksdraaiend bent, maar dat je opeens rechtsdraaiend bent. Zie je dat? Hier. Hier stuur je naar links en opeens hier moet je gaan naar rechts. Nou, dat punt hier tussen, dat heeft een speciale naam. Dat is het buigpunt. En in het buigpunt kunnen we een raaklijn tekenen. Dat is de buigraaklijn. En die buigraaklijn heeft een hele speciale eigenschap. Dat de grafiek voor het buigpunt aan de ene kant ligt van de buigraaklijn. En aan de andere kant van het buigpunt aan de andere kant ligt van de buigraaklijn. Normaal gesproken ligt de grafiek aan dezelfde kant van een raaklijn. Zie je dat? Hij ligt er helemaal onder. Ja, kan zijn dat hij hier er weer doorheen gaat of zo. Maar hier in deze omgeving ligt hij er helemaal onder. Maar in een buigpunt, als je een raaklijn hebt in een buigpunt, dan gaat hij niet alleen echt maar raken, maar dan gaat hij ook een beetje stiekem zo snijden. Gaat hij opeens aan de andere kant liggen van de grafiek. En dat is alleen maar zo in een buigpunt. Dat is mooi, hè? Nou, dit is een hoop woorden voor iets wat eigenlijk niet heel erg belangrijk is. Maar buigpunten kan je vinden met het tweede afgeleide. Wat is dat nou weer, meneer Snel? Nou, de tweede afgeleide is als je de afgeleide pakt en je gaat het nog een keer differentiëren. Eigenlijk zoek je een extreme waarde van de afgeleide. Dus buigpunten vind je door de tweede afgeleide gelijk te stellen aan 0. En de tweede afgeleide is gewoon de afgeleide van de afgeleide. Oh, moeilijk meneer, voorbeeld. Ja, dus we hadden net de functie min x tot de derde, toch? Als we die differentiëren, dan krijgen we min 3x kwadraat. En als we hem nog een keer differentiëren, dan krijgen we min 6x. Nou, als dit 0 is, dit is 0 als x is 0. Dat betekent dat de derde graadsfunctie bij x is 0 een buigpunt heeft. En dat wisten we al. Kijk maar. Zie je dat? Hier is je functie. Hier is je buigraaklijn. En voor het buigpunt ligt hij erboven. Na het buigpunt ligt hij eronder. Hier ben je linksdraaiend. Hier ben je rechtsdraaiend. Fantastisch, hè? Oké. Nou, normale wiskundeleraren in Nederland, die hebben dat niet over linksdraaiend en rechtsdraaiend. Want dat hele begrip, dat bestaat niet in Nederland. Die zeggen van, kijk, de grafiek gaat van toenemend stijgend naar afnemend stijgend. Als je van toenemend stijgend naar afnemend stijgend gaat, heb je een buigpunt. Maar als je van toenemend dalend naar afnemend dalend gaat, heb je ook een buigpunt. Dus het mooie dat van dat links naar rechts, dan kijk, dat ding is hier helemaal linksdraaiend, maar hij is niet helemaal toenemend stijgend. Hij is namelijk eerst afnemend dalend. Zie je dat? Hier is hij afnemend dalend, toenemend stijgend. Maar hij is wel de hele tijd linksdraaiend. Nou, niet zo heel belangrijk. Daar zijn ook nog wat sommen over. Dan komen we nu naar iets waar ik niet zo heel veel over hoef te zeggen. Weten jullie nog dat we in het vorige filmpje van hoofdstuk 5 deel 1, dat ik al die rekenregeltjes van machten even heb herhaald? Toch? Het doel van die rekenregels van machten was dat je dingen kon schrijven als een macht van x. Dus bijvoorbeeld wortel x kan je schrijven als x tot de macht een half. En omdat je wortel x kan schrijven als x tot de macht een half, kunnen we hem nu opeens differentiëren met dat regeltje. Want, en dat moeten jullie even van me aannemen, dat kun je bewijzen als je hoofdstuk 9 hebt begrepen. Dus jullie kunnen dat al bewijzen, maar voor het ST is dat niet noodzakelijk. Dat regeltje wat ik net heb genoemd, hier bovenaan, deze, die werkt niet alleen voor gehele getallen, die werkt voor alle getallen. Dus niet alleen x tot de derde kun je op deze manier differentiëren, maar x tot de macht een half kun je ook differentiëren. En dan gebeurt er dit. Kijk, de afgeleide van wortel x, dat is hetzelfde als de afgeleide van x tot de macht een half.
En x tot de macht een half differentiëren betekent van, nou, hij spuugt de half uit, hè, die komt ervoor. En bovenin wordt het eentje minder. Dus dan krijg je een half min 1. Een half min 1 is een min een half. Nou, dan hadden we geleerd dat zo'n minteken hier, dat betekende een deling. Dus die half heeft geen macht, hè. Die half staat er los van. Die doet niks met die tot de macht min een half. Die half blijft gewoon staan. Die min zorgt voor een deling. 1 gedeeld door x tot de macht een half. En x tot de macht een half, dat was wortel x. Dus dit kan je schrijven als 1 gedeeld door 2 wortel x. Dus op dit moment kan je alle machten van x differentiëren met het regeltje wat je al lang kende. Omdat je in paragraaf 2 leert van, hey, dit regeltje werkt ook voor niet gehele getallen. Mooi, hè? Nou, en de sommen, die gaan er steeds over van, nu moet je die stomme rekenregels gebruiken om zo'n functie te schrijven in termen van de macht van x. En dan het differentiëerregeltje toepassen en dan weer terugschrijven naar iets moois. Dus mijn wiskundeleraar zei altijd, je moet eerst vertalen. Je vertaalt de functie naar een macht van x. Dan moet je differentiëren. En daarna moet je terugvertalen. Meneer, is dat verplicht dat terugvertalen? Ja, als de functie geschreven is zonder negatieve en gebroken exponenten, moet je antwoord ook geschreven zijn zonder negatieve en gebroken exponenten. Ja? Nou, dat is paragraaf 2. Meer is er eigenlijk niet te zeggen over paragraaf 2. Oké, de kettingregel. Een van de meest fundamentele differentieerregels. En ik kan de kettingregel het beste illustreren door hem te gebruiken in een situatie waarin hij echt nodig is. En daarom wil ik heel even vooruitkijken naar hoofdstuk 7. Jullie weten toch wat de afgeleide is van de sinus, toch? Ja, afgeleide van de sinus van x is de cosinus van x. En de afgeleide van de cosinus van x, wat is dat? Min sinus x, heel goed. Goed dat jullie dat al weten. Dus nu weet ik wat de afgeleide is van de cosinus van de sinus van x en de cosinus van x. Maar, wat is de afgeleide van de sinus van x kwadraat? Kan ik dat ook uitrekenen? Nou, de naïeve gok is dat je zegt van, nou weet je, het zal wel hetzelfde zijn. Kijk, als de afgeleide van de sinus van x de cosinus van x is, zal de afgeleide van de sinus van x kwadraat wel de cosinus van x kwadraat zijn. Nou, dat is niet een hele domme gok, maar is niet helemaal goed. Want steeds als je een functie hebt in een functie, moet je vanwege de kettingregel ook nog differentiëren met, vermenigvuldigen met de afgeleide van de binnenste functie. En in het algemeen schrijf je dat zo op. Dus dit is even het voorbeeld. Dat doe ik even. Dat maak ik even af. En dan doe ik de algemene regel. Dit wordt 2x keer de cosinus van x kwadraat. En de algemene regel voor sinus is dit. Als ik de sinus van iets wil differentiëren, dan is dat de cosinus van iets, zoals je ook met x hebt, hè? Maar omdat het iets is, moet het ook nog vermenigvuldigd worden met de afgeleide van iets. Maar meneer, als iets gelijk is aan x, werkt het dan wel? Ja, want als iets gelijk is aan x, dan is de afgeleide van iets gelijk aan 1 en zie je dit laatste stapje niet. Dus je kan eigenlijk altijd de kettingregel gebruiken, maar als er alleen maar een x staat, dan gebeurt er niks spannends. Nou, dat is de kettingregel. Mooi, hè? En het vervelende van paragraaf 3 is niet alleen maar die kettingregel. Dat is ook dat ze nu opeens alle differentieerregels met elkaar gaan combineren. Dus dan krijg je een som waarbij de quotientregel en de productregel en de quotientregel en de kettingregel allemaal tegelijk nodig hebt. Dus dat zijn leuke oefeningen, maar daar valt op zich niet zo gek veel aan uit te leggen, behalve misschien een sommetje bespreken of zo. Oké. Wil iemand er nog iets over kwijt? Ja. Ja, ik wil er niks over kwijt, maar mag ik even uitleggen? Oh, ja. Ja, mensen op YouTube, dat mag. Ja? Dat is goed, ja. Maar dan moet je wel even het deel terugkijken wat ik nu ga doen. Ja, dat komt wel goed. Oké, goed. Oké. Er zijn 4 toepassingen van differentiëren. En die 4 toepassingen die worden behandeld in paragraaf 4. En het zou me verbazen als ze allemaal niet op het ST komen. Dus ik verwacht dat er wel minstens eentje komt. Toepassingen zijn leuk om te vragen. Oké, toepassing 1 is aantal oplossingen van een vergelijking.
Volgens mij heb ik zoiets met jullie gedaan een keer. Ik weet niet zeker of jullie het waren of dat 6 VWO was. Maar maakt niet uit. Dus stel je voor dat je deze grafiek hebt. Zo. Dit is een functie. Grafiek van functie fx. En nou heb ik ook een functie gx. Een g. En gx is gelijk aan a. Dus gewoon een rechte lijn. Dus ik teken hem hier even voor een negatieve a. Dus dit is i is a. Ja? En de vraag is, hoeveel oplossingen heb ik voor elke waarde van a? Dat klinkt als een beetje een moeilijke algemene vraag, maar het valt eigenlijk best wel mee. Met behulp van differentiëren kan je vinden wat de toppen zijn. Dus laten we even aannemen dat deze top voor het voorbeeld 1 is en deze top is 3. Nu kun je een prachtig overzicht maken van het aantal oplossingen. Je kan in ieder geval aan het plaatje zien. Hè, die grafiek loopt de hele tijd door. Je hebt minstens 1 oplossing. Maar soms heb je er 2. Ja, ze moeten nog steeds dingen uit het raam gooien. Ja, ik denk nog steeds dat het af en toe een leerling is. Oké. Nou. Tot die 1, mensen. Tot die 1. Tot deze hoogte van 1. Dus tot hier. Heb je 1 oplossing, toch? Oké, en als je precies op die 1 zit, hoeveel oplossingen heb je dan? 2. En hoeveel heb je er daarna? 3. En dat is totdat je hier bij hoogte 3 zit. Dus dit is allemaal 3 oplossingen. Dan hier stopt het weer. Hoeveel heb je er precies hier op hoogte 3? 2. En als je dan nog hoger gaat, heb je er weer 1. Ja, dit schema betekent van als ik nou neem bijvoorbeeld i is 2, dat is deze lijn, even met een ander kleurtje voor de verwarring, deze, hoeveel oplossingen heeft fx is 2? Hoeveel snijpunten hebben de grafiek van fx en de lijn i is 2? Kan je dat in het plaatje zien? 3. Deze, deze en deze. En daarom zit dit lijntje bij 3. 3 oplossingen. Maar als ik die blauwe lijn naar boven ga schuiven, op een gegeven moment heb ik nog maar 2 oplossingen. Namelijk als ik hier in de top zit. Dus dat geef ik aan door hier bij 2 een stipje te zetten. Van oké, precies bij 3 heb ik er 2. En dit geeft aan voor elke hoogte hoeveel oplossingen ik heb. Dus hier heb ik 1, hier heb ik 1, hier heb ik 1. Hier heb ik er precies 2, deze hoogte. Dan heb ik er 3, hier heb ik er weer precies 2 en dan weer 1. Oké, dit is mooi duidelijk, Vera. Oké, dan gaan we naar toepassing 2. Toepassing 2, derde graads functies met een parameter. Ja. Dus even kijken hoor. Raaklijn probleem met een parameter, kromme door toppen. Oké, goed. Ik doe ze allemaal gewoon even. Dus derde graads functies met een parameter. Wiskundeleraren vinden parametersommen leuk. Dat is omdat je dan niet praat over één functie, maar over een familie van functies. Dus ik jat eventjes het voorbeeld uit het boek. Stel je voor dat je het hebt over de familie van functies fp. X is 1 derde. X tot de derde. Plus px kwadraat. Plus 5x. Dit is niet één functie, dit zijn er een heleboel. Voor elke waarde van p heb ik een functie. Een familie van functies. En je kan die familie van functies natuurlijk niet helemaal tekenen, maar je kan wel een idee krijgen hoe dit eruit ziet. En dat wil ik even met jullie doen op de grafische rekenmachine. We kunnen namelijk de familie van functies invoeren met een kunstje. En het is leuk om dat een keertje vast te leggen. Dus we beginnen met 1 derde x tot de derde. Laten we het eens een keer met de breukenknop doen. Ja. Dus 1 derde x tot de derde. Plus px kwadraat. Maar die p, dat heeft niet zoveel zin, hè? Want p is gewoon een getalletje. Ik ga een lijst hier invoeren. Hoezo, meneer? Nou, een lijst is een lijst getallen. En ik ga straks in L1 een lijstje getallen invullen. En dan gaat hij voor elke waarde van die lijst gaat hij die grafiek tekenen. En dan hoop ik een idee te krijgen van wat het eigenlijk voor raar ding is waar ik mee te maken heb.
Dus in plaats van p doe ik een lijst. L1x kwadraat plus 5x. En dan ga ik die lijst invoeren. Dat kan bij stad. Edit. En ik doe de lijst eventjes van min 3. Min 1. 0. 1. En 3. Dan zou die 5 grafieken moeten gaan tekenen. En het window zet ik even op de standaard window. Dus ik ben benieuwd. Dit is de eerste van min 3. Oeh, zie je dat? Mooi hè? Oké. Nou, nu heb ik er ook eentje bij min 1. Kijk hoe die eruit ziet. Die is anders. Die is ook blauw. Die is anders. Oeh. Oké, die is een beetje saai. Het lijkt alsof die alleen maar omhoog gaat. Die ook. Die ook. Maar nu, wat gebeurt er nu? Gebeurt er nog iets spannends? Hey! Hij zit opeens aan de andere kant met zijn toppen, zie je dat? Ja. Dat is mooi. Dus kennelijk, als die p varieert, dan gaat die grafiek er opeens heel anders uitzien. Hij heeft zijn toppen aan de ene kant of hij heeft geen toppen, heeft toppen aan de andere kant. En in het boek vragen ze dan van, ja oké, maar voor welke p heeft dit ding eigenlijk toppen? Dus voor welke p heb ik twee extreme waarden, zeggen ze hier. Dus voor welke p... Oké, nou, extreme waarde kon je vinden door te zeggen van ik wil dat de afgeleide 0 is. Toch? 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 Dat was hoofdparagraaf 1. Oké, dus we gaan differentiëren. FP accent. Dus dit wordt x kwadraat, hè? 3 keer een derde is 1. Plus 2px. Hoezo moet die p niet worden gedifferentieerd? Nou, die p is van een constante. Ja, x is mijn variabele. Alles wat geen x is, is een constante. Plus 5. Nou, als ik twee extreme waarden heb, dan wil ik dat deze vergelijking twee oplossingen heeft. Maar, beste mensen, dit is een kwadratische vergelijking. En het aantal oplossingen van een kwadratische vergelijking, dat kon je vinden door te kijken naar de discriminant. Dus we zeggen A is 1, B is 2P, C is 5. De discriminant is dus 2p helemaal in het kwadraat min 4 keer 1 keer 5. Dus dat is 4p kwadraat min 20 is 0. Dus... Oh, ja. Goed punt. Oké, ik wil twee oplossingen, dus het moet niet groter of gelijk. Het moet echt gewoon groter zijn dan 0. Oké, dit. Dat is niet ons probleem. Niet onze verantwoordelijkheid. Niks aan de hand. We gaan gewoon door met wiskunde. Oké? Oké. Dit is wel een leuk punt. Dit is een belangrijk punt. Mensen, dit is een ongelijkheid. Zie je dat? Hoe los je een ongelijkheid op? Juist. Een ongelijkheid los je niet op door het op te lossen met een is-teken en dan niks te doen of door dat teken te laten staan. De enige ongelijkheden die je mag oplossen door die tekens te laten staan is een lineaire ongelijkheid. Als je ongelijkheid niet lineair is, dan mag je bij het oplossen dat symbool niet laten staan, want dan gaat het waarschijnlijk fout. Dus je lost op 4p kwadraat min 20 is gelijk aan 0. Dus 4p kwadraat is gelijk aan 20. Dus p is 20 gedeeld door 4, dat is 5. Dus p is plus of min de wortel van 5. Maar nu moet ik een schets maken. Een schets van dit ding. Dus ik heb hier de p-as, want p is mijn variabele. En hier de uitkomstas, dat is de discriminant. En ik weet dat die 0 is bij wortel 5 en bij min wortel 5. Oké,
Als P is 0, is hij negatief. Dus dan weet ik dat mijn grafiek er zo uitziet. Dus wanneer is mijn discriminant positief? Nou, als P is kleiner dan min wortel 5. Of als P is groter dan wortel 5. En die schets heb je nodig. Je mag niet gokken dat P kleiner moet zijn dan min wortel 5 of groter dan wortel 5. Dat moet je beredeneren. Je kan het beredeneren als je dat graag wil. Of je maakt even een schetsje en zegt van kijk, in het schetsje kun je zien dat dit het goede antwoord is. Ja? Maar dat schetsje is verplicht. Of die redenering in plaats daarvan is verplicht. Je gokt dit niet zomaar. Dus dit betekent als P is kleiner dan min wortel 5 of groter dan wortel 5, dan heb ik twee extreme waarden. Nou, dat klopt met wat wij hadden, want wortel 5 is iets van 2, nog wat. Dus bij 3 en bij min 3 had ik zo'n twee van die mooie toppen. En bij min 1, 0 en 1 had ik dat niet. Jij hebt een vraag. Ja hoor. Als eentje naar de wc mag iedereen naar de wc. Hopelijk niet tegelijk, want dan wordt het zo rustig hier. Oké, goed. Raaklijnproblemen bij functies met een parameter. Oeh, dat is leuk. Ja. Oké. Dus, jullie kunnen al de formule opstellen van een raaklijn. Namelijk, je gaat met de afgeleide berekenen wat de afgeleide is. En dan heb je de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Als je de richtingscoëfficiënt en het punt hebt van de lijn, kan je de formule opstellen van de lijn. Maar, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, ik heb deze functie. Ik maak even een makkelijk voorbeeld. Fx is x kwadraat. Ja, gewoon een standaard dalparabool, deze. Dus x en y, zo, standaard dalparabool. Mooi, hè? Nee, de eenheidscirkel komt volgende keer. Ik wil een raaklijn met... Wat vind jij een leuke richtingscoëfficiënt, Dylan? Anderhalf. Oké. Okay. Dus ik heb lijn L raakt de grafiek van fx. En de richtingscoëfficiënt van lijn L is anderhalf. Stel de formule op van lijn L. Dan zeg je, wat? Een raaklijn en ze hebben alleen de richtingscoëfficiënt gegeven. Wat een idiote. Maar zo moeilijk is het nou ook weer niet. Kijk, je kunt de formule maken voor de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Hè? Differentiëren was de formule maken voor de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Hadden we in het begin gezien. Dus de formule voor de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is 2x. En we willen dat die richtingscoëfficiënt van de raaklijn 1,5 is. Dit geeft ons x. Hè? X is 1,5, ofwel 3 tweede, gedeeld door 2. En dat is 3 vierde. Bij x is 3 vierde, is mijn richtingscoëfficiënt van de raaklijn 1,5. Dus mijn formule voor lijn L, dat wisten we al. Y is 1,5 x plus b. En hij gaat door het punt 3 vierde. Komma, en dan 3 vierde in het kwadraat, dus dat is 9 zestiende. En dat is invullen, dat is dit getal, dat is gewoon f 3 vierde. Oké. Je kan nu die b bepalen door dit punt in te vullen, dus dan zeg je 1,5, ik maak er even 3 tweede van, keer 3 vierde, plus b is gelijk aan 9 zestiende. Oké. Dus, dit is 9 achtste. En 9 achtste, dat is 18 zestiende natuurlijk, hè. Dus 18 zestiende plus b is 9 zestiende. En dat betekent dat b is 9 zestiende min 18 zestiende is min 9 zestiende. Dus de formule van lijn L, die wordt... I is 1,5 x min 9 zestiende. Mooi, hè? En zo kan je dus de formule vinden van een raaklijn met een gegeven richtingscoëfficiënt. Dus in plaats van dat ze het x-coördinaat geven waar die raakt, geven ze gewoon de richtingscoëfficiënt die heeft. En nou, dan is het zoek het zelf maar uit. Oké, kromme door toppen. Kromme door toppen is een werkschema met twee stappen. En misschien moet ik er ook even een voorbeeldje van geven. Dat is de laatste toepassing. Kromme door toppen. Oké. Ik wil eventjes daar ook een voorbeeldje van in de rekenmachine zetten. Dus ik jat eventjes het voorbeeld uit het boek. En het voorbeeld uit het boek is deze. Fpx
is gelijk aan x tot de derde plus px kwadraat. En die voer ik in mijn rekenmachine in als x tot de derde plus L1 x kwadraat, weet je nog? Oké, gaan we even kijken hoe dit ding eruit ziet als we hem gaan tekenen in het standaard window. Hier is er eentje. Die is met min 3. Deze is met 0. Of met min 1. Die is met 0. Deze is met plus 1. Deze is met plus 3. Ik vind het niet zo mooi. Ik ga heel even iets aanpassen aan mijn lijst. En terwijl ik dan die som ga maken, gaat hij ze maar even tekenen. Want anders kost te veel tijd. Daar gaan we niet op wachten. Dus ik vind het mooier om hem te laten lopen. Gewoon van, weet je wat? We gaan het gewoon heel extreem doen. Gewoon min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1... 2, 3. Waarom doet u al die moeite, meneer? Nou, omdat ik een punt wil maken straks. Oké, dus dit gaan we tekenen. En je ziet in ieder geval die toppen liggen overal en nergens. En de vraag is, kan ik iets zeggen over de plek van die toppen? Liggen die toppen misschien op een kromme? Antwoord is, die liggen op een kromme. Hoe kan je dat ontdekken? Nou, twee stappen. 1. Je gaat zeggen, ik wil dat de afgeleide van dit ding gelijk is aan 0. En dit geeft een formule voor P. P in termen van x. En in stap 2 ga je zeggen, oké, de y-coördinaat van die top is gewoon de f met x ingevuld en deze gekke p ingevuld. Dit is de kromme door toppen. Nou, dat is een beetje abstract, dus dit ga ik nu doen. Ja? Dus ik begin met afgeleide is 0, geeft een formule voor p. Ik ga eerst de afgeleide geven. Dus afgeleide is gelijk aan 3x kwadraat plus 2px. Dat is de afgeleide. Ik wil dat dit 0 is. Dit geeft een formule voor p. Hoezo dan, meneer? Nou, we brengen even die 3x kwadraat aan de andere kant. Dus dan krijg je 2px is gelijk aan min 3x kwadraat. Dan moeten we door x gaan delen. Dus we zeggen even dat x geen 0 is. Bij x is 0 werkt het niet. Dus we delen door x. En dan delen door 2. Dus dan krijg je p is min 3 tweede x. En nu ben ik hier. Dus even met een kleurtje aangeven. Dit resultaat, dat heb ik hier staan. Zie je dat? Dit was stap 1. Oké, stap 1. Nu komt stap 2. Stap 2 is gewoon, weet je. I is f met x ingevuld. En op de plek van de p doen we de formule voor p die we hebben gevonden. Dus min 3 tweede x. Nou, dat kan je gewoon invullen. Dus dan krijg je x tot de derde plus p. Maar p was min 3 tweede x keer x kwadraat. Dit ding, dat is p. Oké. Dus x tot de derde min 3 tweede x tot de derde. Dat is volgens mij min een half x tot de derde. Dus ik beweer dat die kromme door de toppen, dat de formule daarvan min een half x tot de derde is. En dat kan ik nu op een prachtige manier, Marouaan. Dit is veel belangrijker dan wat ze buiten allemaal uit het raam gooien. En er is trouwens geen keet boven. Er wordt hier verbouwd. Hè? Dus er wordt wel vaker iets uit het raam gegooid, maar er is dan gewoon één passen of één blaadje. Maar nu is gewoon de hele inboedel, niet echt de inboedel, het zal echt de muren worden naar buiten gegooid eigenlijk. Klinkt ook niet goed, hè? Oké, dus we zetten eventjes de kromme door de toppen erin. 0,5x tot de derde. Oké, kijk eens. Dit is echt mooi. Hier. Kunst. Zie je dat? Zie je hoe mooi die rode kromme door de toppen gaat? Dat is de kromme door de toppen. En dat vinden wij allemaal geweldig. Oké. Nou, dat was een heel hoog succes. Dus heeft iemand nog vragen of opmerkingen die leuk zijn voor het filmpje? Dan gaan we nog even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is
les met me niet snel. Meneer snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, meneer snel, die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer snel, valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer snel. Meneer snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.